We waren vandaag bij elkaar bij Rozet met verschillende bibliotheken, waarbij mensen programmamakers waren, collectiespecialisten. En vooral gingen we kijken naar hoe zij anders kunnen kijken naar collecties. Dus hoe kunnen we collecties combineren aan programmering en het verhaal daarachter. Boeken Delen is een project dat ik heb geïnitieerd samen met Liedewij Edelkoort, waarbij we de persoonlijke boekencollectie van Anton Beke laten reizen langs bibliotheken. We hebben elkaar ontmoet net voor coronatijd en daarbij vertelde Liedewij over dat het geschreven boek steeds belangrijker zou worden. Terwijl de bibliotheek eigenlijk bezig was met een andere richting, de digitalisering. En daar was ik natuurlijk enorm door gefascineerd. Liedewij vertelde ook dat de boekencollectie van Anton, haar overleden man, dat ze die eigenlijk niet kwijt kon. En toen vroegen we onszelf af van, ja, kunnen we daar niet iets mee? Hoe zonde is dat? Dit is cultureel erfgoed. Hoe kunnen we andere mensen in contact laten komen met deze prachtige boeken? En toen hebben we het concept Boeken Delen bedacht, waarbij dus die persoonlijke boekencollectie is gaan reizen langs bibliotheken. En het leuke van die collectie is, je kijkt zeg maar door de ogen van de cultuurmaker, Anton Beke, die provocateur was, maar ook dol was op seks, zelfs seksboeken maakte. We vonden liefdesbriefjes in boeken, boeken speciaal geschreven aan hem, ongeïnde checks. En dat maakt een boek zo persoonlijk. En ook doordat je er op een andere manier doorheen gaat, word je ook geïnspireerd om naar andere boeken te kijken en ook weer anders te denken over andere thema's. En wij dachten, dat is eigenlijk de essentie van collectie maken en programmeren. Hoe kun je je bezoeker inspireren om een bepaald boek te lezen?